Score, Kelfam! Het is zover. Het is gebeurd. We kunnen er niet meer omheen. Ik heb gisteren 1 miljoen abonnees gehaald. Zes. Ja! Dat is niet normaal. Dat is ongekend. En daar ben ik trots op. Daar ben ik dankbaar voor iedereen die ooit epic was, of iedereen die ooit aardig was, of iedereen die ooit een duimpje omhoog heeft geklikt of geabonneerd is op mijn kanaal of überhaupt mijn shit heeft gekeken. Dankjewel. Je bent fantastisch. En ik weet dat ik in december elke dag upload, maar vandaag een speciale video, namelijk deze, omdat ik net verrast ben met het feit dat er schijnbaar mensen zijn geweest die mij feliciteren. Mensen die op een of andere manier een filmpje hebben gemaakt om iets in te spreken over het feit dat ik 1 miljoen abonnees heb. Dat had natuurlijk niet gehoeven. Zo ben ik, zo ben ik dan ook maar weer. Maar ik ga er nu naar kijken en ik ga even reageren op wat ik zie. Ik ben heel benieuwd wie allemaal de tijd hebben genomen om een filmpje te maken om iets tegen me te zeggen. Ik kan er lang omheen lullen, maar laten we kijken naar alle lieve mensen die de tijd hebben genomen om iets in te spreken voor mij. Lieve Kel. Hey, lieve Kelvin. Yo, Kel. Lieve Kelvin. Of lieve Kelvin. Irritante, blije Kelvin. Wie moet ik feliciteren? Kelvin. Hey, Kelly Kel. Hoe is het, jongen? Oké, wat is de achternaam? Hey, Kelvin. Ouwe lul. Hey, Kevin. Kelvin. Kelvin. Hoezo is dit? Waarom zijn mensen allemaal... Sorry. Ik moet gewoon even kijken. Ik ben even overdonderd door alle gezichten die ik net al heb gezien. Boerma. Kelvin Boerma. En hij is... jarig? Ik sta op Schiphol bij een toilet. Ik dacht, dat is wel een goede plek, want het zegt ook veel over jouw carrière. Hoezo? Hey! JJ! Ik heb een beetje het gevoel alsof mensen gebruik maken van de kans om mij te roosten. Dus dat zeg maar voorgevoel een beetje. Na al die fucking jaren is het je eindelijk gelukt. Zo, Kelvin, jij hebt het gewoon gedaan. Respect, man. Ongelooflijk. Ja. Ik had er ook wel heel veel vertrouwen in, hoor, dat je het gewoon zou nailen uiteindelijk. Van harte gefeliciteerd. Yo Kel, gefeliciteerd. Ik ben ontzettend trots op wat je hebt bereikt. Je weet niet hoe trots ik op je ben, want ik weet hoe hard je ervoor hebt gewerkt. Ja, is denk ik de droom van heel veel anderen. Je hebt hard voor gewerkt. Wat allemaal mooie mensen overal! Iedereen, hoezo maken al deze mensen filmpjes voor mij? Wat is dit? Fucking Nick en Simon? Nienke Plas? Wat? Oké. Ik word wel gelukkig van het feit dat iedereen schijnbaar de moeite heeft genomen om om iets te zeggen, überhaupt. Heel tof. Gewoon, ik weet dat de laatste 6 weken natuurlijk een beetje zwaar voor je waren. Ik wil je feliciteren, man. Het gaat super dik, het gaat super lekker. Ik moet zeggen, ik ben echt een beetje trots op je. Yo Kelvin, hier Giel van Stuk TV. Ik heb begrepen dat je altijd Stuk TV blijft kijken. En dat vinden wij echt heel tof. Maar na 6 jaar heb je eindelijk haar op je ballen gekregen. En weet je waar het goede gat zit? No! Hey! Wat is dit? Nina. Pardon? Ja, oké, ze heeft wel een beetje gelijk. Ik weet al waar het naartoe gaat. Ik weet ook al. Iedereen denkt, ja, die tering kan fijn. Godverdomme. Zo, mijn eigen vriendin is me gewoon aan het roosten. Ik geniet hier wel van. Ik ga hier intens van genieten. Maar ik weet dat dit gaat niet. Dit wordt niet zo'n cheesy felicitatievideo. Dat weet ik nu al. En bij deze wil ik jou feliciteren met je verjaardag. Yo mannen van Stuk TV, 2 miljoen abonnees, het is insane. Sorry. Bram. De legend Bram Krikken. Je hebt bijna 1 miljoen abonnees en ik zou je eigenlijk een hele foute felicitatie moeten sturen, waarbij ik je ga roosten over hoe je haar eruit ziet. Maar ik hou gewoon iets te veel van je. Dat is lief, Anna. Zo kan het ook. Je kan ook gewoon iets liefs zeggen. Dat is op zich. Dat waardeer ik. Kelvin, hard gefeliciteerd met... met je nieuwe film. Ik had het echt niet gedurfd, hoor. Uit een vliegtuig springen zonder parachute. Kelvin, hard gefeliciteerd met je vriendin. Hey, gefeliciteerd met je ontmaagding. Mogen we nog veel... Wat zijn dit voor felicitaties? Iedereen heeft gewoon vrijbrief gekregen om gewoon... Oké. Ontmaagding, mogen er nog veel chickies komen?
Yo, you got this, man. Je manager Dieder zei dat ik je ergens mee moest feliciteren in dit filmpje. Dus ja, gefeliciteerd, man. Oké, voor wie was dit filmpje? Kelvin. Wie? Die lelijke, dat weet je wel. Kelvin. Kelvin, van harte gefeliciteerd met je auto. Ja, het is die gast die zich gedraagt alsof hij heel druk is. Die zich gedraagt als een 12-jarige die aan mijn kinderen zit te manipuleren, weet je wel. Oh. Ik wil je feliciteren met al dat walzelijke succes van je. Bah! Die boer, die melker, die koeien de hele dag zit te melken en nu opeens filmpjes zit te maken. Nee, ik heb helemaal geen zin om daar een video voor te maken eigenlijk. Ja, nou, dat doe ik toch niet. Deske Mert, aardig. Heel lief van jullie. Echt, het lijkt ook alsof jullie dit bij Dylan op kantoor hebben gefilmd. Misschien wel zelfs toen ik er gewoon was. Dus ik zeg, ze hebben dit gewoon gemaakt toen ik in een andere kamer zat. Fuck jullie! Kippenvel best wel, ik denk bij jou ook. Is toch wel echt even iets wat je moet vieren met veel mooie familie en met je vriendjes. Niet iedereen wint de award voor beste pottenkapsel 2008. Zo! De grappigste vrouw op YouTube weet het ook vandaag weer te bewijzen. Want wat te gek dat je eindelijk haar op je ballen hebt. Wat is er met haar op mijn ballen de hele tijd? Motherfuckers! Had ik maar minder haar op mijn ballen, hoefde ik me niet zo vaak te scheren, kutzooi. Ik zag het een beetje aankomen, de laatste tijd ging ontzettend snel. Je kwam op veel mooie en onverwachte plekken terecht. Goed om te horen dat je eindelijk gelukt is na al die tijd weer eens een keer te kunnen poepen. Echt, ja. Fijn. Sorry, ik kan hier gewoon een half uur naar kijken. Serieus, ik kan hier gewoon eindelijk weer poepen. Hoe weten Masha en Gregor van mijn ontlastingsprobleem af? Ik heb dat nooit iemand verteld. Hoezo weten ze dit? Dat het zo hard is gegaan ineens. Ook Gregor echt subtiel. Fijn dat het zo hard is gegaan opeens. Het was eventjes een twijfelgevalletje. Wordt het Stefan van Stuk of toch Kelvin van Kalfijn? Maar je bent het hoor. De YouTuber die het meest gevraagd wordt wanneer hij nou eindelijk een keer naar de kapper gaat. Ik ben super blij dat je sinds al die tijd niet veranderd bent, want je haar zit nog steeds net zo suf als toen je net begon. Super gefeliciteerd met die 1 miljoen abonnees. Ik hoop dat je binnenkort een keer een dagje vrij kan nemen, want je moet echt even een kappertje pakken. What the fuck jullie met die kapper shit? Bedenk iets bedenk wat beters. Kelvin, van harte gefeliciteerd met je kat. Ja, ik wil graag mijn respect betuigen voor dat jij de eerste bent geweest die teleportatie hebt uitgevonden. Je zegt toch Stuk TV? Nee, Kalfijn. Maar die heeft er toch helemaal geen twee? Die heeft nog geen één, of heeft hij nu één? Kelvin, van harte gefeliciteerd met... Nou, zal maar wel. Ik had het Petrus meer gegund, maar ik vind het wel heel knap van je. Geitje, Kalfijn, gefeliciteerd, Binky! We wisten dat er gesprekken gaande waren heel lang tussen beide partijen. En ja, wie is er? Uiteindelijk niet groot mee geworden natuurlijk. En nu je debuutalbum samen met Armo en Johnny Bravo. Zo, hé! Hey. Wat een tyfuslijn is dit, jongen. Mijn debuutalbum met Armo en Johnny... Oké. Okay. Zo, ik moet het echt even allemaal verwerken. Ik denk dat dit toch wel de allerbeste felicitatievideo ooit is. Als dan iemand je roast, laat het dan Busy zijn. Die heeft nog een beetje street cred. Joey Bravo, sorry, ik wil je vrienden niet beledigen uiteraard. Ik hoorde dat je 100.000... 1 miljoen. Ik hoorde dat je 1 miljoen abonnees had gehaald. Proficiat, man, gefeliciteerd. Heel cool. Wow, eindelijk. Kelvin, met 1 miljoen abonnees, dat was echt tijd. Hey Kel, je hebt de 1 miljoen abonnees gehaald. Woe, echt super vet. Alles blond speciaal voor jou en gefeliciteerd. Lekker broer! Lexella, ey! Oké, Humberto Tan. Humberto Tan is aan de beurt. 1 miljoen abonnees. Hartelijk gefeliciteerd met je 1 miljoen abonnees. We zijn ongeveer tegelijk begonnen met YouTube. En je hebt nu pas 1 miljoen abonnees gehad. Nou. Wacht, typisch naar je. Dylan Harens, I trusted you. I trust you to be a good friend. But you... We're not even friends. Oh, wat is dit ook voor combinatie van mensen, joh. Dennis Wening. Ik wil je even feliciteren. Bijna 1 miljoen abonnees.
Jongen, ik ben super trots op je. Ik weet nog dat je mij appte met dat je de 1 miljoen abonnees race tegen mij wilde gaan doen. Ja, kijk, weet je, leuk dat je het probeerde, maar ja. Gefeliciteerd hoor, je hebt alle YouTubers inmiddels in je titels gebruikt. Dus de views heb je gepakt en de abonnees blijven rond. Zo, Kelvin. Ja, ik kan hier gewoon niks... Ik heb niks meer... Ik kan niks meer zeggen. Ik word de hele tijd gepakt. Ik kan mezelf wel net gaan verdedigen. Maar het is jullie recht ook. Jullie mogen... Ja, ik vind het mooi. Zo, Kelvin. Mij is gevraagd om zo'n kutvideo als dit in te sturen. Om jou te feliciteren met je 1 miljoen abonnees. 1 miljoen subscriber. Ben je niet te oud voor YouTube, man G? Oh nee, we zijn even oud. Shit. Ik ben echt super trots op je dat je eindelijk de stap hebt gemaakt om naar de huisarts te gaan voor je schimmelinfectie. Maar waar was de race? Er is gewoon niks meer van gekomen. Maar heel erg gefeliciteerd. Ik gun het je van harte. En dan zien we elkaar waarschijnlijk snel alweer. Met een of andere gare opname. Dat we weer een format gaan doen waar je dan zegt van... Oh kijk, ik heb allemaal briefjes hier. 9 briefjes. Kies er maar één uit. En er staat echt niet op allemaal Fortnite, hoor. Yo, Calvin. Gefeliciteerd met de 1 miljoen abonnees. Lekker bezig. En vooral grappig van die komkommer dingen. Leuk. Keep up the good work. Joe. Bij deze onze felicitatie. Ja, 3 jaar lang pindakaas te krijgen, man. Calvin. Lekker top gedaan. Maar realiseer je wel dat zelfs in mijn allerslechtste tijd, RTL Late Night, ik dat elke vrijdag had. 1 miljoen. Zo, hé. Ja hoor. Hubert denkt, oké, ik ga ook nog maar even, ik ga ook even laten zien dat ik ooit succesvol was. Dat vind ik wel leuk. Jij komt er wel. Gefeliciteerd. Hele fijne dag. Maak er iets moois van. En misschien komen wij elkaar wel tegen als je bij ons bij een fandag bent of zo. Is leuk. Geniet van, hè. Doei. Nee, even serieus. Gefeliciteerd met je 1 miljoen abonnees, pik. Supergoed gedaan. En wij spreken elkaar snel. Dus gefeliciteerd. Je bent mijn voorbeeld. En I love you. En roast me even een keer, ja? Top, man. Succes ermee. Dankjewel allemaal. Dankjewel. Zo, dit is denk ik het mooiste wat iemand ooit voor mij heeft kunnen doen. Gewoon deze compilatie, dit is gewoon... Ja, dit was gewoon denk ik ook mijn verdiende loon. Aan de ene kant denk ik dat mensen trots zijn op het feit dat ik 1 miljoen heb. Aan de andere kant zijn ze ook blij dat ze me gewoon eens een keer... Dat ze vrijbrief hebben gekregen om gewoon... Alles te zeggen wat ze willen. Ik moet het echt even... Dankjewel. Ja, dankjewel allemaal. Ik vind het fantastisch dat jullie allemaal de tijd hebben genomen om al deze kutfilmpjes te maken. Ik had het ook teleurstellend gevonden als het allemaal cheesy felicitaties waren. Dus bedankt. En hopelijk als ik 2 miljoen abonnees haal, wordt het nog net even wat harder. Want ik kan wel wat meer hebben. Tot morgen!